Goedenavond. Even mijn spulletje recht zetten, want ik moet het wel kunnen lezen. Heerlijk, al die schaduwen er weer op. Oh, wat scheef. We gaan hem even recht zetten, want dat staat zo raar. Even kantelen draaien. Dat vind ik niks. Het moet niet zo scheef staan. Het oog zo vreemd. Ik geloof dat we nou redelijk recht zijn, hè? Ja, zo is het wel prima. Oh, goeie avond. Zo, dat komt ineens even snel binnen. Oh, en ik ben maar denken. Oh. Hi, goedenavond, gezellig. En ik maar denken, oh, het is Sinterklaasavond, er komt bijna niemand. Maar jullie komen toch gezellig. Jongens, ik heb een bril op, een nieuwe. Ik moet even wennen hoor, want ik moet even focussen naar de tekst. Dus ik lees niet alles perfect goed volgens mij. Maar goed, dat maakt niet uit. We gaan lekker aan de hobby. Er komen weer twee nieuwe card shapes uit van Studio Light. En dat zijn deze twee beauties. En ik ben altijd heel erg blij met zulke soort nieuwe stencils. En ik moet zeggen, ik ben er super blij omdat er ook steeds wat vaker van die leuke opengewerkte randjes. Hier het blokjesrandje. Nou, die heb ik dus hierop verwerkt. Toevallig heb ik hem vandaag even gepost. Ik had hem al gemaakt. En ik heb er een rand van Janine collectie aan vastgemaakt. Vond ik wel. Ik heb hem deze keer gewoon netjes uit het papier. Dus eerst even opgemeten hoe breed die moest worden en toen zo eruit gestanst. Ik vond hem wel aardig goed gelukt. En nou ja, goed, de rest spreekt vanzelf. Hè. Je stanst drie stansen, dus de blokjes en de rechthoek erbuiten en de rechthoek erbinnen tegelijk uit. En dan krijg je dit frame. Nou, en dan kun je hem eigenlijk opmaken zoals je het zelf leuk vindt. En goedenavond, gezellig. En deze, dat is ook een hele leuke. Die had ik al zoiets, hij lijkt er heel erg veel op hoor, dat heb ik gemaakt voor in de folder. Ik denk, ja, ik moet van de week nog een keer op demo. En als wij voor de folder maken, sturen wij alles op naar kantoor en dat zijn we kwijt. Dat maakt niet uit. Daar maken ze foto's van en dat gaat weer naar beurzen en noem maar op. Maar die vond ik eigenlijk zo leuk op deze manier en ik wil hem op de andere manier ook nog maken. Dus, want je kunt hem zo maken, zodat hij dus rechtop staat. En... Maar je kan hem ook zo zetten. Kijk, maar nou zie je dat ik het dus... Wat is het punt altijd als je een kaart maakt die dus zo open staat? Die klapt heel vaak door. Omdat je papier dan te ja, slappig is of wat dan ook. Nou, is het wel redelijk stug. Maar ik dacht, nou, dan doe ik er van die tussenstukjes in. Dan kan die in ieder geval blijven staan op mijn demotafel. Maar deze vond ik ook wel erg leuk, omdat ik heel veel met de beestjes al gewerkt heb. Want in die Arctic Winter zitten heel veel beestjes in. Ik denk, ja, die bloemen vind ik ook gewoon heel gaaf. Dus nou, en dit zijn die grote parels die zitten in die... we hebben van die buisjes met pareltjes met kleintjes en grote. Ik denk, nou, weet je, die grote die plak ik gewoon zo op. Want 9 van de 10 keer past die niet in een shaker. Nou, dat genoeg gekletst. Hup, laten we wat gaan maken. Goedenavond. Nou, super gezellig hoor, dat er nog zoveel mensen komen. Hartstikke leuk. Ik zet even mijn voorbeeldjes aan de kant. En ik hou wel de mallen in de buurt, want ik, als het lukt maak ik er twee. Want ik heb natuurlijk al wel het een en ander voorbereid, want ik denk ja, ik ga niet... Ik heb het papier uit deze paperpad erbij gehaald. Als je hem hebt, dit matcht, er zit veel papier in wat echt goed matcht bij de Arctic Winter collectie. Helaas is die al wel overal uitverkocht, dus te koop is die niet meer. Maar het zijn hele gave goede kleuren. Nou, en die leg ik erbij. En dan heb ik al het een en ander uitgestanst en gesneden. Ik wil een vel van, kijk, want dat is van dat donkere papier. Nou, kijk,
Zie je hoe mooi dat matcht? Gaaf. Ik hou ervan. Aha. En nog weer een met bloemen. Want ik dacht, ja, het zijn allemaal beestjes dadelijk op de demotafel. Maar ja, je wil ook wel eens iets met de bloemetjes maken. Dus wat heb ik? Nou, ik heb dus van die mal, heb ik dus die randmal uitgestanst. De buitenste. Drie. En ik heb er nog eentje nodig. Jou heb ik even niet nodig. Oh, er wordt een hoop getagd. Goedenavond. Gezellig. Nou. Allemaal goed bedeeld. Jullie vieren geen Sinterklaas? Nee, ja, wij ook niet. Maar goed, ik kan me zo voorstellen dat er toch nog wel behoorlijk mensen zijn die het wel vieren. En ik moet ook zeggen, als je jongere kinderen hebt, is het ook gewoon geweldig natuurlijk. Wij vonden het ook altijd heel leuk. Alhoewel, ik moet wel heel eerlijk bekennen. Dat ik ook ooit wel, nou hoop ik niet dat er heel veel kindertjes kijken naar mij. Dat was hoopte. Dat de boot zonk. Erg, hè? Maar ik had er eentje en die was altijd zo nerveus en die piste altijd in bed. Nou, één keer een nat bed zeg je oké, maar ja, een week of drie lang elke nacht een nat bed. Dat vond ik nou niet zo grappig. Die vond het allemaal zo spannend. Nou, niet meer natuurlijk, hè. Nou zijn ze oud. Nou, hebben we er eigenlijk geen last meer van, gelukkig. Dus dat, ja. Oh, je kleinkind is nog iets te jong. Ja, die moeten ook weer net een jaar of drie zijn. Oh, nou. Ik hoop dat je goed bedeeld bent, Desiree. Dat is met een hoop mensen. Ik vond het wel erg leuk. Vanmorgen liep ik langs de school. En daar was gewoon Sinterklaas binnen, hè, bij de kleutertjes met twee mooie pieten erbij. Geweldig. Dit is trouwens een plaatje, want er zit in het grote scrappakket. Ik denk dat de meesten het pakket al wel... Nou, dat weet ik trouwens niet ook. Er zijn er wel, die zullen het misschien al wel hebben. Maar het grote scrappakket, ja, het is onwijs gaaf. Ben ik daar nou al live mee geweest? Volgens mij wel, hè? Ja, die heb ik geloof ik al live laten zien. Nou ja, weet je, hij ligt nou hoog. Dus, en ik heb hem denk ik niet nodig. Dus als je het niet erg vindt, pak ik hem niet. Er zit heel veel al uit op, zal ik maar zeggen. Zo, nou, en die komt dus daarin. Ik vond het dus leuker om dan toch een beetje die tegenkleur van dat donkerdere blauw erachter te laten, vandaan laten komen. Dan zie je alleen maar door de stipjes heen, maar dat vind ik ook genoeg. Dus we gaan eerst eens even dit opplakken en die. Ah, weet je, het is gewoon hartstikke leuk. Het is een heel leuk feest. Moet ook gewoon blijven, vind ik. Gewoon lekker doen. Zo, klets. Daar gaat er weer eentje bij mij vandoor volgens mij. Ik geloof dat er weer een sleutel door de... Hier doen ze de deur niet op slot. Ja, ze doen hem wel op slot. Ze mikken de sleutel door het raampje en duwen het raampje dicht. Als ze hem op slot gedraaid hebben dan natuurlijk, hè. Dus dat... Als ik sleutels meegeef, heb ik alleen maar het risico dat ze sleutels kwijtraken. Dus doe maar zo. Wij zijn toch thuis. Ik ben even aan het kliederen. Kijk, je kan deze natuurlijk met de EZ Craft Tape tegelijk uitstansen. Maar dat heb ik niet gedaan, omdat dan heel vaak die hele kleine puntjes er weer in blijven zitten. Dus wat gaan we doen? Oh, ik hoop dat ik hem recht plak. Ik zou nou toch, het zou goed moeten zijn, hè, de bril. Ik denk dat ik aardig, hè. Hij zit niet helemaal recht. Hier wel. Nou, dat is een kniezoor. Daar zie je haast niks van. Ik denk dat daar... Dat ga ik ook niet eens afknippen. Meestal knipte ik altijd dan dat hele kleine randje hier weg. Maar dat is zo in de millimeter. Kijk, die is mooi vastgeplakt. En dan moet ik even kijken. Ja, toch zie ik daar ook een randje hoor. Ja, brilletje is goed. Knutselspullen mee. Je wil mee in de zak? Nou, dat zou ik ook wel willen hoor. Heerlijk. Naar het mooie Spanje.
Goh. Ik plak hem gewoon plat op, jongens. Je kan hem verhoogd opplakken, maar ik doe hem plat. Het hoeft niet allemaal verhoogd. Ik ga dadelijk dit gedeelte verhoogd opplakken, dit hele spulletje. Dus deze valt er dan precies mooi in. Vond ik wel een leuk idee. Verder heb ik nog eigenlijk geen sugar ervan wat hier verder uit voortkomt. Dus dat gaan we zien, hè. Basis weet ik. Denk nou, als ik dat allemaal weet, dan weet ik al genoeg. Van de week 3 lives, dus ik moet echt even hard nadenken hoe of wat het allemaal gaat worden. Er zitten nog een paar van die puntjes in. Oh, nou, van harte gefeliciteerd. 33 jaar getrouwd. Ook al een heel eind, hè? Dat is ook tijd voor een feestje, toch? Gezamenlijk feestje. Ik feest niet meer, hoor. Voor dat soort dingen. Toen wij 12,5 jaar getrouwd waren, toen hebben we gefeest. Nou, dat werd bijna een echtscheiding. Zeg, ik feest nooit meer. Ik vier het niet meer. En het gaat tot op heden goed. Wij zijn inmiddels al, vanaf 87. Februari 87. Dus het wordt al 37 jaar. Oh, een ente. Niet te geloven. En nog steeds zielsgelukkig. Met elkaar. Daar gaat het maar om. Dus we doen hier ook weer een heel dun reepje lijm. Heel smalletjes. En ik weet het hoor, het droogt allemaal transparant op, maar ik wil gewoon niet te veel lijm. En als je het zo doet en je doet het op dit tempo, dan is het al een beetje droger. Is het niet zo super super nat meer. Dus dan komt dat dadelijk goed. We gaan gewoon niet zo hard. Waarom zouden we hard gaan? Hoeft ook helemaal niet, toch? Gewoon lekker gezellig. Zo zeg ik, knutsel lekker mee als je er zin in hebt. En anders kijk je lekker. Klets je lekker. Ook helemaal prima. Ik zie toch niet alles. Ik kan toch niet alles lezen. Het gaat altijd veel te snel hier. Hartstikke idee. Nou, die gaan we opplakken. Even zoeken naar deze wil ik. En dan hopen maar dat hij een beetje recht uitpakt. Nou, dat is scheef. Hopla. Een beetje die kant op. Kan ik daar zo mee leven? Ik denk het eigenlijk wel. Ik ga even een stukje keukenrol pakken. Als ik het kan vinden. Ja, hier. Oh, 56 jaar. Dat is helemaal een end. Nou, ook vandaag. Oh, wat goed. Gefeliciteerd. Waar zit ik nog meer live? Nou ja, morgen bij Boekenvoordeel natuurlijk. En zaterdag Hobby Vision. Daar krijg je allemaal aankondigingen van. Ja, fijn, niet alles altijd op mijn eigen pagina, maar... Kijk, als je nou met een keukenrolletje poets, je het nog even een beetje ervan tussen. Hè? Ik ga zo even staan. Ik moet echt nog heel erg wennen. Ik geloof wel dat ik redelijk recht zit. Als ik het zo zie. Het is gewoon heel apart dat je nu een bril op je hoofd hebt en die niet bol staat. Bleek toch dat ze mijn sterkte gewoon veel te groot hadden ingesneden. Dus de sterkte die in mijn bril zat, die was plus 2. En die moest maar plus een half zijn van boven. En dan ga je 5 keer terug en dan zeggen ze tot 5 keer toe. Nee hoor, het is goed. Nou, niet dus. Ja, het is bijna 2 jaar geleden, dus ik krijg het toch niet meer voor elkaar. Maar eigenlijk zou dat ding daar gewoon op dat tafeltje moeten knikkeren. Moeten zeggen, nou, en nou mijn centen terug. Maar ja, dan heb ik wel een grote mond, maar zo steek ik dan toch ook weer niet in elkaar. Dan denk ik, ja, dat had ik eerder moeten doen. Even kijken, want ik wil hem wel een beetje groter hebben.
Dus ik heb, dit komt uit één vel. Maar dat zie je al wel, hè? Er zitten eigenlijk hier die bomen op. Maar daar kijk ik niet naar. Dat vind ik niet belangrijk. Die hangen nou gewoon opzij. Zijn hangbomen geworden. In plaats van hangjongeren hebben we hangbomen. Even kijken. Potloodje of ga ik het uitmeten? Zal ik het uitmeten? Want het is misschien wel netjes. Moet ik even weten hoe lang hij is. Dan slaan we even op. En een 55 jaar getrouwd. Ja, nou dan word je zeker scheel, joh. Maar weet je wat het ergste is? Je gaat zo aan jezelf twijfelen. En ik heb het gewoon echt een maand geprobeerd met dat ding. Maar ik werd er krankjoren van. 15. En de lengte wilde ik eigenlijk zo houden. Dit wordt best een groot, hoor. Nou, 15, dan maak ik hem 17. Wacht even. Ik ga hem niet... Dan maak ik hem 17. Dus het wordt een flinke kaart. Maar dat mag al een keer, hè? Hij komt niet proppie vol. Maar ik vond het wel leuk om er dan... Dan staat er ook wat, zou ik maar zeggen. Hoppa. Dat is maar een heel klein stukje wat er afgaat. Dus hij is 2 centimeter langer. Dus hij moet ook 2 centimeter breder. Even kijken. 2 centimeter breder. En hij is nu breed. Dit is zo'n fijn, zo'n lineaal. Want er zit zo'n doorgetrokken lijn aan. Dus je ziet altijd dat je recht zit. Ik vind dat wel heel fijn. Hij is nu 10,4. Dus dan wordt hij 12,4. Oh, kunnen we nog rekenen. Rekent hij niet op 12,4. Oh, ik moet even naar de bodem. Het is gezakt. 12,4. Andersom, schat. 12,4. Die sterren wil ik erop houden. Dus. Dan komt mijn blauwe. Die kan daar toch wel uit, hè? Ja. Ga bijna een heel vel op. 12,4. Die wordt dus 12,8. Nou, laat ik 12,9 doen. Ja. 12,9. En die andere was, oh help, 17 toch? Ja, 17. Dus die maak ik 17,5. Goedenavond dames en heren. Misschien hebben we ook wel heren in de zaal. Of in het, nou in de ether, hè, is dat toch? In de lucht, in the air. Put your hands up in the air. Nou, ik vind dit wel... Ja, yeah. Yay. Dan moet hier natuurlijk nog een tegenkaart tegenaan, maar... dat wordt een witte. Ja, daar komt nog gewoon een strakke witte tegenaan. Oh, hoe was die nou? 17,5 en... Oh, help. 17,5 was die. 12, 9? Ik geloof het wel, hè? Oh, meestal onthoudt er wel iemand wat. Toevallig van de week op de workshop, toen zeiden de dames, ja, maar wij schrijven het altijd op. Ik zei, ja, dat is eigenlijk niet zo dom. Ik vind dat ik aardig recht plak. Ja. 12,9 dacht ik. Ik ga nog even nameten. Dat was mijn, ja, zie je, 12,9. Dus er komt nog een witte. Oh, die wordt wel een zware hoor. Maar doe ik wel een enkele kaart van. Even kijken, ik denk dat dit... Oh, dit is lang zat. Is het breed zat? Jots. 12, 9. Dus dat wordt... Hij was 17,5, dus hij wordt 18 lang. 18 lang. Ik denk dat je zo'n... Oh, ik had hem andersom moeten doen eigenlijk. 18 lang. Eigenlijk moet je altijd dezelfde kant op snijden. Dat is beter voor je papier en voor je mes. 12, 9. 13, 4. Ja. Goedenavond, Toos. Dat geeft helemaal niks, hoor.
Even mijn vouwbeentje. Ik heb hem vanmiddag nog gehad, dus hij moet weer terugleggen. Kijk, er gaat altijd, dat vind ik aan dit papier wel, want dit is gewoon van dat helemaal gladde. En dan zie je, als je gesneden hebt, altijd zo'n opstand randje. Vind ik niet mooi. Dus dat moet even plat gemaakt worden. Kijk, nou heb ik echt een lekkere grote kaart. Kan je lekker veel achterop schrijven. Als je dat wil. Zo. Goedenavond. Nou, er komen steeds meer mensen. Gezellig hoor. Even zien dat ik een beetje in de midden. Ik geloof dat hij nou ietsje scheef gaat. Maar, oh nee, ik krijg hem nog recht getrokken. Oké, nou, dit vind ik prima zo. En dan komt die gaat er dus bovenop. Dan zie je niet zo heel veel meer van die rand. Vind ik niet zo erg. Die komt daar weer bovenop. Kijk nou toch, hoe leuk. Rust, hè? Straalt toch, ondanks dat je er veel op doet, straalt rust uit. Die gaat verhoogd. Ik ben even aan het nadenken of de raderen willen draaien. Of er in mijn hoofd iets wil oppoppen, dat gaan we doen. Oeh, dit is wel een heel fel lampje zo, hè? Goedenavond. Niet kijken! Ja, nou zeker. Jullie zijn nog met best velen. Hartstikke tof. Kijk, dan komt die in ieder geval omhoog. Maar dit zijn echt inderdaad hele toffe malletjes. Ik ben er heel blij mee. Er is, we hebben het begin van de... Was het begin november, half november, hebben die andere twee gehad. Nou, ik vind dit gewoon weer een hele toffe serie bij elkaar nou. Heel fijn. Altijd even een beetje lijmen bij mij, want de handjes zijn niet zo vast zoals ze moeten zijn. Dan moet ik even staan, want dan kan ik het niet zien of ik van boven en van onderen ongeveer net zoveel heb. Ik denk het zo wel. Om en nabij. Ach, weet je, dat scheelt ook niet. Moet het niet op een millimeter zitten, mieren? Vind ik ook niet echt nodig. Maar dan heb je eigenlijk niet zo heel veel nodig, hè? Kijk, ik maak nou een hele grote kaart. In principe is het allemaal recht toe, recht aan papier. Die mal erop. En dat weten jullie, hè? Ik ben nou niet zo van die super, super drukke kaarten. Ik vind het kei leuk om te zien. En ik moet altijd wel tegen mezelf zeggen, oké, nou klaar, stoppen, want je blijft plakken. Maar ik vind die rust altijd wel heel fijn erin, om die erin terug te vinden. Nou zitten we gewoon even een paar millimeter te ver die kant, maar... Weet je, hij zit vast. Nou, daar gaat natuurlijk een prachtige strik op komen. Dat komt er sowieso op. En dan weet ik nog niet. Ik denk een strik met nog een touwtjesstrik of iets. Ik zal even het lijmpistool ook aanmikken. En ik wil daar nog natuurlijk wel wat bloemetjes onderin hebben. Zo eens even kijken in het boekje wat er nog van losse bloemen. Wat voor tekst erin zit. Ook niet onverstandig om er wat op te zetten. Alhoewel het soms ook wel gewoon heel fijn is om een blanco kaart te hebben. Maar we gaan even zien wat er nog in zit. Want ik heb er al wel het een en ander uitgehaald. Maar daar heb ik het ook voor gehad. Hè? Je moet het gebruiken. Niet in de kast leggen. Dat is gewoon zonde. Nou, die komt gewoon strak van boven. Dat vind ik eigenlijk bij dit model het mooiste. Nou, dat kun je doen, hè, Monique. Want je kan inderdaad dit blok, dit rechthoek, kan je in principe die onderste uithalen. Dat is hetzelfde met die blauwe, hè. Die kan je ook uit de onderste blauwe halen.
ik ben nu gewoon. Het gebeurt heel vaak hoor, dat ik dat eigenlijk ook doe. En, maar ja, ik had nu eigenlijk zoiets van. Ja, plakken maar. Maar dan bespaar je inderdaad wel een hele hoop. Oh, ik zit gewoon verkeerd om te knippen. Oh nee, toch niet. Nou, wel. Hij is een beetje vreemd nu. Dus daar heb je wel gelijk in hoor. Als je dus, kijk, ik heb papier zat. En ik heb zoveel, ik krijg het nooit niet allemaal op. Maar ik snap je punt. Ik denk als ik naar de winkel zou gaan en ik zou een kaart moeten maken, dat ik dat ook bij alle kaarten zou doen. En ik moet zeggen, ik zeg het op de workshops ook heel vaak. Wil je meer papier van je papier genieten, meer mee kunnen maken, zorg dan dat je dat dus doet. Oké, die kan weg. Even denken hoor, die komt daar. Ik heb ook nog van dat roze touw. Dat is misschien ook op zich wel leuk om dus een frommeltje hier of zo. Of dan ga ik daar verwerken. Er hoeft niet dat hele donkere. Dit. En dan gaan we even een peperpetje erbij halen. En daar zitten hele toffe bloemetjes in. Hier doe ik eigenlijk verder niet al te veel op. Ik denk dat ik deze gewoon met een parelspreetje doe. Hè? Oh, ja. Ik zou zeggen, die had ik ook nog. Maar. Even. En nou, er staat op mijn YouTube kanaal. Je moet even zoeken. Sandra, maar als je op mijn YouTube kanaal strikjes maken. Met kant en touw geloof ik. Daar heb ik een filmpje van. Maar misschien maak ik dadelijk nog wel een strik. Even kijken, want ik wil hier. Of hier. Niet het konijn, we gaan niet met beest. Oh, oeps, sorry. Kijk, er zit al het een en ander uit, maar ook het een en ander nog in. Oh, ja, die is te groot. Deze. Even kijken hoor. Dat maakt niet uit, deze denk ik. Deze is ook tof. Die heb ik nog niet gebruikt. Maar als je deze nou... Ik had er net een konijn, hè, dacht ik, ergens los. Dat heb ik hem gedaan. Als je deze dus... want dit gat valt eruit, kijk. Dus als je deze zou gebruiken, dan kan je gewoon weer een beestje in doen. Maar er zit... Oh, nou, dan gaat het lampje branden. Er zit hier achterin... plaatjes. Dan kan je dat beestje ook weer daarin zetten. Als je dat leuk vindt. Of die kleine dingetjes. Happy winter. Cold side. Nee, geen cold side. Deze. Maar die ga ik kapot knippen. Niet schrik hoor. Want ik wil takken hebben. En ik wil hem gewoon ietsje hoger. Een beetje zo. En dan moet ik bloemetjes. Hopla. Oh, daar heb ik ook nog takken. Kijk, die kant dan mooi daar. Hier heb ik nog een takje. Dat gaat ook wel gebruikt worden. Wat heb ik hier nog? Dit niet. Is de kleur niet? Nee, die bloem niet. Ik vind het leuk met deze bloemen. Die. Nou, doen we een beetje kleinere. En dan moet ik even gaan zoeken... Want we hadden ook met van die bessen. Roze. Ik vind dit een super, super tof blokje. Want ik ben dol op takjes en bloemetjes. Oh, dit is ook een leuk bloempje. Is die er ietsje groter? Ik denk dat ik de bessen allemaal al gebruikt heb. Dit is licht. Ja, dan gaan we naar blauw. Dus dat wordt hem niet. Dan denk ik dat ik deze bloem erbij ga gebruiken. Als die eruit wil hoor. Ik denk dat die niet zo'n zin heeft. Maar hij moet. Dit komt dan hier zo. Oh, ik had ook wel een hele grote bloem. Nee, dan wordt het te groot.
Nee, dat doen we niet. Oh ja, ik ga hier een touwtje doen, dat is waar. Hé, hey, mijn lamp is uit. Dat scheelt ineens een hoop. Ik ga hem even stiekem een beetje zo zetten. Dan heb ik iets wat meer licht. Jullie ook. Dan heb ik wel een beetje ledjes ergens, geloof ik. Maar ja, jammer. 8 uur al, hè? Oh, je krijgt hem morgen binnen. Nou, Josephine, dan ga je... Dit blokje? Dat is de SLAW Die Cut Blok DCB68. Ik zal hem even zo laten liggen. Dan kan je hem even bekijken. Kan je het nummer even blijven... Ja, dit komt daar. Oké. Het hoeft allemaal niet zo veel poespas, hè? Het is gewoon op zich al heel leuk. Had ik hem niet iets groter moeten hebben? Zit ik nu te bedenken. Er zit nog een grotere in ook, namelijk. Nou, dan wordt hij wel erg groot, denk ik, hè? Nee, dat ga ik niet doen. Dat wordt ze mega. Ja. Even verschuiven hier de spullen. Oh, waarheen? Waarvoor? Waar gaan we naartoe? Ik moet even opzij, even een beetje ruimen. Want anders kom ik niet uit. Dan weet ik niet meer. Dan word ik helemaal gek. Want ik wil mijn machine natuurlijk niet op mijn schoot houden, maar ik moet mijn lijmpistool hebben. Hoppakee. Zo, ik heb er een hekel aan als ik dat continu ver weg moet pakken. Dus die komt hier. Deze had ik ook al een beetje gevormd, die komt daar. Misschien dat ik een ander bloemetje nog pak, hoor. Dat de bloem iets wat groter gaat worden. Ik vind deze bloempjes wel inimini. En ik had nog een grotere roze. Heb ik gezien. Maar die is wel erg mega. Denk ik. Deze is ook wel heel leuk. Dan krijg ik toch een beetje variatie in bloemen. Dan doe ik deze naar beneden. En dan doe ik die kant op. En dan gaat dat kleintje zo. Nou, die vind ik dan te klein. Dus, daar komt een... Oh, ik had dat ene klaproosje los. Kijk, hier heb je het konijntje. Dat wilde ik net laten zien. Waar is het klaproosje gebleven? Hier ergens tussen. Kijk, die kan ik er natuurlijk ook zo... tussen zetten. Dus dan knip ik die er even. Dit blaadje eraf. Hopla. Dit weg. Dan kan die er gewoon tussen. Dat gaan we doen. Okidoki. Eerst het touwtje. Dan valt die mooie bloem in het niet. Ik zie wel... Oh, deze. Ja, nee, die moet, daar is, dat is de hoofdmoot. Heb je gelijk in, hoor. Ik wil altijd wel gewoon het plaatje mooi in beeld houden. Nou, even uitkijken dat ik mijn handen niet verbrand. Even zien, hoor. Ik vind hem nogal rijkelijk groot, denk ik. Kijk, die nagels, daar voel ik niks mee. Dus dat is niet zo'n ramp. Een beetje op een propje. Een beetje boel op een propje. Wat zei ik nou? Deze die kwam naar beneden. Hè? Die kwam zo. Maar dan mis ik wel takken. Oh nee, ik had hier nog een tak. Dus die komt daar. Ik ga mijn pincet weer even opsnorren. Ik vind het even makkelijker met pincet. En die doe ik bovenover, want ik vind dat ik te veel touw in beeld heb. Ik vind het touw leuk. En dan mag er en daar best wel een stukje touw van achter komen, maar niet, het moet niet de hoofdzaak zijn. Het moet een detail blijven.
Wil je naar me luisteren? Je moet een detail blijven. Zo. Juist. Top. Deze had ik aan de bovenkant gedacht. Dus deze die kwam hier. Die komt hier overheen. Zo. Beetje ombuigen. Ja, ik blijf het zeggen. Ik werk het liefste met het lijmpistool. Ik vind dat zo fijn werken. Oh, dit heb ik niet nodig. Die dadelijk wel. Oh ja, deze ging ik ook gebruiken. En die kwam dan aan die kant. Omdat ik dan gewoon... die mag eronder. En die erover. Zo. Yes. Kijk, en dan heb ik die grotere bloem. Die vind ik dan toch wel wat mooier. En die komt aan deze kant. Zal ik hem zo doen? Even zien of ik dan dat hart nog een beetje in beeld krijg. Ik vind hem zo eigenlijk leuker. Want moet ik hem even een klein stukje afknippen? Gaat hij er net wat verder achter. Oh, oppassen. Erachter. Zo, erachter. Ja, dan blijft er niet veel van die knoppen over. Maar ja, jammer. Kan niet alles in beeld houden. En deze. Gaan we die er nog op verwerken. Even kijken. Dan vind ik hem mooier aan deze kant. Ja, daar. En zo prullen we maar een beetje. Maar ik ben altijd echt heel... Ik zeg altijd tegen die meiden, als we mee mogen denken... Want dat gebeurt wel eens, hè, ze vragen wel eens iets van... Vinden jullie dit leuk of dat? En dan zeg ik altijd, mogen er wat meer takjes in? Soms denk ik wel eens, ze zullen wel denken, heb ik ook weer met de takjes. Maar ja, bloemen en takjes heb je nooit genoeg. Vind ik... Ik denk dat ik deze nog aan deze kant doe. Daar mis ik nog wat. Die komt daar nog. En dan moet ik stoppen. Want anders wordt het too much. Kijk. Helemaal leuk. Die bloem is over. Misschien dadelijk op een andere kaart. Geen idee of dat op deze kaart komt. Nou, hier komt gewoon lekker een hele grote steen op. Nou zeggen, er ligt ineens al wat op mijn bloem. Nou, misschien komt er dadelijk op de andere kaart nog wel een strikkel, jongens. Dus dan kunnen jullie dat nog zien. Maar het is ook op YouTube gewoon echt heel goed te vinden. Dan doe ik het met touw en met kant en met, volgens mij, met organza. Kijk, dat vind ik ook heel leuk, want er zit zo'n sneeuwvlok bij. Die ga ik er nou niet op doen. En waarvoor niet, is een totaal andere kleur. Maar het kan wel. Zal ik hem uitstansen? Ga ik doen. Die komt uit... Juist. Hier hebben we hem. Ik ben gewoon gek van die sneeuwvlok. Je ziet, ik ben er zo gek van dat hele plastic al kapot is. Ik heb nooit zoveel geduld, hè, met die plastic zakken. Dus, ik had ergens... Oh, wacht. Gaat dat nog uit deze? Nou, dan moet hij echt niet vergaan, maar dan moet het net lukken. Waar zijn mijn plaatjes? Dit is mijn snijplaat. Daar ligt mijn andere. Vraag eens om een heel dijkenbloem. Ach. Ja, maar weet je, Desiree, dat werkt dus niet, omdat we altijd andere collecties hebben, andere kleuren. Kijk, takjes zou op zich wel kunnen natuurlijk, maar de andere natuurlijk niet, hè. Even kijken of ik hem netjes helemaal heb gestanst. Yay! Hij past er gewoon helemaal uit. Dat is fijn. Nou, dan moet ik hem er nog even uit zien te wurmen.
Dus dat is het probleem. Als we natuurlijk bloemen laten maken en nu is het hoofdkleurig is roze met blauwig. Hartstikke mooi. Maar we hebben ook hele andere collecties natuurlijk. Ja, weet je, en dan doe ik daar nog weer een steentje op. Want dat moet natuurlijk wel. Waar gaat mijn... Hij zit verkeerd om. Maakt niet uit. En dan moet ik even zien, want ik dacht dat ik hier ook nog iets van pijltjes op wilde doen. Die daar gewoon her en der even van tussen poppen. Maar dan moet ik wel even een heel klein beetje lijm doen. En moet ik dat lijm ook nog weten te vinden. Dat moet je echt minimaal doen, hè? Want anders is het... Oeps. Dan komt die lijm er helemaal overheen. Maar ik vind het wel een leuk detail. Eén, twee, huppakee, niks meer aan doen. Klaar. Anders blijf je bezig. Nou, en dan weet ik dus, ik heb hier witte pareltjes gebruikt. Dus er moet hier een witte steen op. Ja, dan moet ik even kijken. Oeh, wat ik heb. Deze zijn hiervoor, volgens mij. Dat is dit trouwens ook. Ach, dit kan op zich wel, toch? Dan blijven we ook de sneeuwvlok nog redelijk goed zien. Dus we doen die erop. Hoppa. Oh, die is zo bewegelijk als wat, dat ding natuurlijk. Nou ja, dat komt eigenlijk wel goed. Ik ga hem eerst hier even in de midden op mijn strik zetten. En ik heb dus deze keer totaal niet met gesso geklodderd. Expres eigenlijk niet, want niet al mijn kaarten hoeven met gesso natuurlijk. Nou, die komt in de midden. Hartstikke idee. Dat is één. Nou, dat is toch gewoon een hele leuke kaart. Zit er toch geen tekst op, hè? Ik wilde er eigenlijk een tekst op zetten, maar ik denk, het zijn allemaal teksten. Even kijken hoor, heb ik niet, want er was ook iets met een winter birthday. With love, zou kunnen. Vind ik niet, you're so beautiful, happy birthday is de verkeerde kleur. Happy winter birthday, oh dit zou wel kunnen, want dit is ook wel. Ik ga even kijken of dat ik hem kwijt kan. Als ik het te vol vind worden, doe ik het niet. Maar op zich kan die zo. Zou die wel kunnen. Dit is bijna hetzelfde kleurtje eigenlijk als de... Wacht even hoor. Dit kan ook nog. Oh, dit vind ik op zich ook wel lief. Dan ga ik niet zoveel over die bloemen heen. Ik kan hem ook nog lager doen. Oh, dit zijn weer van die twijfeldingen. Happy, ik ga hem hier doen. En doe ik daar nog een hoekje af. Ga ik dat wagen. Het is wel heel klein hoor. Het is heel inimini. Ik weet niet of ik dat voor elkaar krijg. Misschien is die nou al dadelijk helemaal scheef. Dan hebben we pech. Valt nog mee, geloof ik. Zo. Nou, die... Ik ga hem daaronder proppen. Dan gaat hij maar boven over een bloempje. Dat vind ik op zich niet verkeerd. Anders komt hij zo ver die kant. Nou, dan heb je eigenlijk gewoon een winterse verjaardagkaart. Happy winter birthday. Ja, nou weet je, er zijn er maar zat jaren in de winter. Eigenlijk had ik hem dieper gewild. Dus moet hij nog een stukje korter. Dit even omhoog. Ik wil hem daaronder. Zo. Dat net die ei er nog van achter komt. Ei, ei, ei.
En dan moet daar eigenlijk een klein stukje foam onder, hè? Dus even kijken, want ik heb wel die stripjes nog. Wacht even. Ik zit wel met de hoogte. Is denk dit. Ik heb maar een heel klein stukje nodig. Even zien of dat dit. Oh, dit is denk ik al te groot. Kijk, hier, en hier gaat nou de meeste tijd in zitten, in dit gepruts. Nou ja. Ik denk dat ik dat hiermee op kan vullen. Zie je? Dan blijft, anders hangt hij zo in het luchtledige. Dat vind ik niet mooi. Nou, ik geloof dat ik er op deze manier niks meer aan moet doen. Helemaal klaar. Dat is de eerste. Nou, je zal hem krijgen als je jarig bent, toch? Ik vind het een schatje. Niks overdadigs. Gewoon mooi rustig verjaardagskaart. Dan had ik er nog één dus, wat ik al had gezegd. En ook daar ben ik nog niet helemaal uit. Ik heb wel het een en ander gestanst. Het is alleen mijn zeehond nog stansen. En die ga ik dus recht zetten. Zo. Dus die komt zo te staan. Dat gaan we doen. Dus die komt eerst geplakt. Ik heb geen idee hoe laat ik al leef. Oh, gas erop. En anders wordt hij later afgemaakt. Hè. Maar ik denk dat ik het wel red. Oeps. Ik heb gelukkig het meeste al klaar. Dat gaat toch... Ja, dat zei ik al. Hè. Dat is omdat je die kleine futiliteitjes... Daar gaat de meeste tijd in zitten. Maar ja. Kijk, en die doe ik ook aan twee kanten. Dat zat hij dus op de andere kaart ook. Ook al zit hij dan dubbel gevouwen. Naar de achterkant. Achter. Oh, kak. Oh, dat mag ik niet zeggen. I'm so sorry. Ja, nou wordt het een boeltje. En gelukkig dat het gewoon dadelijk, dat je het niet meer ziet. Maar toch, hè. Liever hebben we dit niet, hè? Nee, hij zit niet goed. Hij zit niet goed. Hij moet ietsje zakken. Dat heb je, hè? Als je gaat kijken hoeveel tijd je nog hebt, dan gaat het fout. Moet je gewoon niet doen. Maar goed, hij zit erop. En één geluk, dit is de wegdraaikant. Dus de andere komt aan de andere kant. Die moet wel in één keer goed. Graag. Je kan dit natuurlijk, wat ik ook al zei, maar dat vind ik dan net het nadeel. Als ik dit met dat EZ Craft Tape doe, dan blijven al die kleine puntjes erin zitten. Nou, dan peuter je je verloren. Dus daar heb ik geen zin in. Het zou ook nog kunnen met lijmspray. Maar de ervaring is dan dat het plakt aan alle kanten. Dus dat vind ik ook niet fijn. Ik vind dit gewoon eigenlijk de beste oplossing. Gewoon heel weinig lijm. En oh, ietsje hoger. En zo moet hij gewoon gelijk goed zitten. Zullen we weer even een keukenrolletje pakken? Kunnen we hem even met aanwrijven? Tweede, vlak voor kerstjaardag. Oh. Ja, ja. Ja, maar ik denk dat dat er meer zijn die zeggen van kom maar op met die kaart. Dat kan ik niet maken, hè. Even dit weghalen. Dit is van dat lijm van de... Hoe heet dat spul? Nou, deze die gaat dus hierop. Heel simpeltjes. Ik weet alleen niet of ik hem verhoogd ga plakken. Dus ik moet even heel even wachten. Ah, ik heb mijn sprieten er niet op gedaan daarnet. Zie je, hier hebben we wel zo'n hele grote. Hier moest ik die boog uitstansen. Waar is de stans? Waar is de stans? Ik wil een zeehond erop.
Ja, weet je, zo heel af en toe mag ik de zeehondjes zien hier in het water, in de zee. Dus als er dan zeehondjes zijn, dan moeten we die gebruiken. Dat snap je wel. En ik dacht, daar komt mooi dat roze weer uit. Dit heb ik trouwens uit een, dat paperpad van Janine, dat A4. Heel fijn. Kleur matchte perfect. Zo af en toe moet je ze even zoeken. Maar het is hetzelfde kleurtje. Ik denk, oh wauw. Dan ben ik altijd heel blij dat het echt matcht. Nou, kijk hem nou zitten zo eenzaam op zijn schots. Misschien ga ik er dadelijk wel een ander zeehondje bij zetten. Weet ik nog niet. Ik weet nog niet wat daar in die hoek moet komen. Maar bij mij moet er altijd wel, als ik wat aan de bovenkant, dan wil ik ook in de hoek altijd wel wat hebben. Stom is dat, hè? Je hebt toch altijd zo je eigen dingetje. Dan kom ik ook bij sommige mensen op kerstkaarten een bepaalde boom tegen. Die ze al jaren gebruiken, maar die vind ik gigantisch mooi. Helemaal mooi voor de sneeuw. Zo hebben we allemaal ons dingetje wel, denk ik. Nou, klaar is die. Je hebt ook je best weer gedaan, jongen. En jij ook. Jij mag weer in je holletje. Oh, kom hier. Dus hier kan je een staakkaart en een rechte en een platte van maken. Ik vind dat wel heel fijn. Soms is plaatjes rechtop. En we hadden nou eigenlijk geen plaatjes die om een plat. Maar als je het dan uit designpapier met bloemetjes haalt, kan je toch eigenlijk weer wel alle kanten mee op. Dus je moet af en toe even zelf wat verzinnen. Of pikken van een ander. Als die het al verzonnen heeft, hoeft het natuurlijk niet. Ik had het dan zelf verzonnen, maar... Goed, jullie hoeven het niet te verzinnen, je kan het gewoon pikken. Ik wil wel dat je recht gaat. Zo. En deze gaat weer omhoog. Toch maar weer wel, hè. Hopla. En je ziet het hoe snel het eigenlijk gaat. Dit is eigenlijk wel een hele snelle, want hij is gewoon heel leuk. Het stanswerk is ook niet zo lastig. Die andere die moet je echt wel gewoon secuur wegleggen. Wil je het netjes uitgestanst hebben? Maar deze, die is, ja, die hoekjes die vallen er vanzelf uit. Dus wat dat betreft, ja. Ja, nou toch. Ik moet zeggen, ik had ook echt wel eens wat hoor. Ik zeg, dan zet ik het er wel bij, hè. Dat vind ik dan weer wel zo ver, maar het gebeurt echt wel eens. Nou, wat ik dus bedacht had, was deze bloemenrand hier. Nou zit hij zo in de bloempjes. En dan is hij wel groot hoor, maar ik vind dit wel kunnen, want hij gaat eigenlijk zo staan. Anders is het zo'n kaal. Maar ik ga hem wel weer knippen. En dan kort ik hem ietsje in. Erg, hè? Ik moet dat altijd stuk maken. Maar dan kan ik hem net een beetje kleiner maken. Leg ik hem ietsjes over elkaar heen, zo. Ja, gewoon gelijk doen. Niet nadenken, gelijk doen. Hopla. Moet ik even slim zijn. Want voor hetzelfde geld, je ziet het slecht, hè. Dat, en voor hetzelfde geld plak ik daar ineens een, die mag nog korter. Hier komt toch, oh, dit is wel een leuk takje eigenlijk. Maar daar heb ik niks aan, denk ik. Nou, ik weet het niet. Ik haal het er gewoon af. Die moet ik niet hebben. Moet jou hebben. En dan komt daar gewoon weer een grote bloem over. Auw, dat is heet hoor. Grote bloem overheen. En die had ik vast nog wel. Deze is denk ik wel heel groot, maar ik weet niet zeker. Misschien kan het wel. Dan verbloem ik wel gelijk die ene. Maar ik vind hem wel erg groot. Ga ik niet doen.
Ik had daar die bloempjes. Ik ben helemaal gek op die roze bloempjes. Dus die gaan erop. Oh, die is plat gegaan. Dat is niet de bedoeling. Oh, gelukkig. Ik heb hier nog een grote. Oh, dat is eigenlijk wel jammer. Van, dan wordt het knippen, want ik heb er ook nog wel zitten in mijn... kan ook nog een blauwtje bij, hè? Denk ik. Ja, zit hier ook een blauwe in. Dus waarom niet? Oh, dan kan ik die erbij doen. Die is net een beetje aan de grote kant. Maar deze... Als ik daar nou die, alleen die bloem van pak... Denk ik dat dat ook wel leuk is. Hopla. Jee! Nou, eerst de roze. Weet je, zo dusdanig plakken dat ik nog wel... Oh, ik moet daar nog een takje... Heb ik daar een geknipte tak zitten? Ja, daar heb ik een geknipte tak. Die moet ik wegwerpen. Zo. Als ik nou een beetje zo dusdanig plak dat ik... Daar komt dadelijk nog een takkie overheen. Takkie, takkie. Ja, dat heb ik. Als je het met hete lijm doet, dan gaat het soms wel ineens heel vast. Nou, moet ik even zien of ik dit hier nog ondergefrommeld krijg. Ik denk het wel. Klein stukje eraf. Nou, dat is al een heel stuk. Dat was geen klein stukje. Dat heb je, dan heb ik geen controle over mijn hand. En dan doet hij gewoon ineens wat hij wil. Nou ja, dat is dan jammer. Dan heb ik hier ook nog takken. Ik denk dat deze op zich wel goed is. Die is niet voldoende. Een klein stukje eraf en dan kan die daar naar achteren. Ach, goeie avond hoor, wie nog binnenrolt. Ik ben bijna klaar, maar dat maakt niet uit. Kijk, ik denk dat het... Nou zie je, dat is maar goed dat dat erachter zit. En dan heb ik hier nog een tak nodig. Dus, dat wordt even zoeken. In alle hoeken. Die is wel groot eigenlijk, hè. Dit is hem niet. Die is aan de kleine kant. Ik wil ook niet echt alles specifiek al opmaken voordat ik... Ja, dan moet het toch maar zo. En dan haal ik dit eraf. Even netjes rondknippen. Dan valt het niet op. Anders zie je dat hij geknipt is. Hij is er geknipt voor. Ik kan hem er ook achter doen misschien. Dat is misschien nog beter. Ja. Die valt erachter. En dan had ik die dus hier bedacht. Die moet dan daar achter vallen. Moet ik even zien. Hij moet natuurlijk niet te lang zijn, want dan valt hij daarin. En ik krijg hem daar niet tussen natuurlijk. Oh, erg hè. Ik heb geen eens tijd om naar jullie te kijken. Sorry. Als ik eenmaal aan het knippen en aan het plakken ben. Hij is nog net te lang. Dus ik denk dat hij er... Maar als ik hem erachter doe... Dat wil ik eigenlijk niet, want dat zie je. Dus ik wil hem het liefst hier ervoor. Nou, dan moet hij nog ingekort. Even mooi afronden, dan is het net of het zo hoort. Niemand die het ziet. Die komt daar. Ik moet daar nog wat hebben. Ik moet daar nog iets verbloemen. Ik kan hem hier gewoon zo onder die blauwe.
Waarom wil je niet zo hoog? Ik wil je eigenlijk zo. Toch erachter dan. Dan erachter. Plak hem wel tegenaan. Dan moet ik even opletten, want hij moet natuurlijk dadelijk wel dichtgevouwen kunnen. Ja, dit is beter. Maar dan mis ik hier nog iets. Dus daar moet nog een stukje. Oh, nog een zakje. Nou, ik had hier ergens voorin toch nog een iets grotere zak. Die vond ik te groot, maar ik had die andere toch nog. Oh, wacht even. Zal ik die er nog tussen doen? Dat die er nog daar vandaan komt, is eigenlijk wel... Is niet de bedoeling. Nee, vind ik niet mooi. Dan wordt het... Ik zag nog ergens een klein sokje. Come on. Juist, daar. Die. Niet kapot gaan, hè? Ja, ik ben bijna klaar, hoor, jongens. Het duurt nog heel even. Ik gooi er nog een strik tegenaan dadelijk. Ja, deze komt hier nog tussen. Dan vult hij het mooi op. Mijn andere schaartje, want ik moet hier... Sommigen krijgen er mooi uitgedrukt. Ik wil het nou te wild doen. Moet je niet willen. Eigenlijk is het niet goed. Haastige spoed is zelden goed. Oh, dan doe ik hier aan de buitenkant lijn, maar ik moet het aan de bovenkant doen. Anders kan ik hem niet plakken. Hij moet echt van boven. Ik moet hem hier onder dat blauw. Daar komt hij. Zo. Nou vind ik hem vol zat. Ik plak daar nog wel even een paar van die pareltjes tussen, want ik heb hier een dotje lijn. Wat ik niet leuk vind. Zit hier. En ik denk niet dat mijn parel nog gaat zitten. Nou, haha, top. Komt er daar nog een? Oh, er zit er zit viezigheid aan. Zo. Eigenlijk moeten er drie op, hè? Ik zie even niet waar ik nummer 3 ga zetten. Dan komt hij gewoon. Niet daar. Dan komt hij daar. Mag hij er gewoon bovenop? Ja, dat heb ik eigenlijk weer gewoon uit van de. We hebben een dame in het team en die komt, ik denk dat zij Noors is, maar ik weet het niet zeker. Susanna Halset, die doet dat ook altijd. En ik vind het helemaal geweldig. Die maakt ook hele kunstige dingen, vind ik. Nou, gaat hier nog een strik op? Dan gaat hij misschien omkukkelen. Hij blijft nog staan. Er komt nog een strik op, dus voor degene, let op, waar is mijn lint? Waar is mijn strikkenlint? Ik hou het maar in het wit, hè? Ik zou het in het roze kunnen doen. Maar ik heb nog wel roze. Het roze van oma. Nou, je neemt je duim en je wijsvinger. Dan gaat het onderste gedeelte, het losse gedeelte in. Dan maak je een lus en die zet je tussen je duim en je wijsvinger in. Dan draai je om de lus heen. En dan ga je door je duim heen. Nou, dat kan natuurlijk niet, maar het plekje waar je duim zit. Nou, dan heb je strik. Ik zeg spoel terug en herkijk weer. Spoel terug en kijk weer. Echt, het is gewoon net als veten strikken van je schoenen. Het is niet moeilijk. Ik weet alleen niet. Ik denk dat ik hem hier ga zetten. Dat ik dat het leukste vind. Ja, voor sommigen is het lastig. De ene doet het op een strikkenmaker. Ik heb zo'n strikkenmaker gekocht. Ik kan er geen weg mee met het gekke ding. Zolang mijn handjes nog willen, knip ik ze gewoon zelf. En strik ik ze zelf. En zodra mijn handen het niet meer willen, ja, nou ja, dan ga ik het op dat ding wel doen. Als dat dan lukt. Kijk, dan komt die hier. Och, wat een scheet.
Meestal als je daar dus die stenen op zet, dan wordt die best wel topzwaar. Maar goed, ik ga het toch gewoon doen. Ik denk dat ze nou denken bij zichzelf, kom je nog een keer klaar vandaag? Ko, kom je nog een keer koffie doen? Ja, zometeen. Sorry. Als ik eenmaal de vloot te pakken heb, dan moet die af. Au, de handjes. Nou, en die gaat de andere kant natuurlijk ook op. Aan de andere kant doe ik hem net zo lang. Wel, ja. Hapsakee. En dan een grote steen. Nou, dit wordt wel een hele grote. Dat vind ik op zich wel leuk. Ik vond dat bij die andere ook wel leuk. Omdat het een beetje winters aandoet. Oh, mijn blouse zit er tussen. Dat is niet de bedoeling. Ach, waren jullie er nog? Nou ja, dat is het hem dus. Of je vingers het doen, ja of nee. Nou, gelukkig hebben meer mensen... Ja, sorry hoor dat ik dat zeg, maar... Gelukkig hebben meer mensen daar dus last van. Dat is bij mij ook gewoon... De ene keer gaat het gewoon allemaal beter. Nou, ik vind deze te lang. Dus die wordt een eentje van 2. En eentje van 1. Omdat het voor het oog dat kaartje ook maar de helft is, hè. Die gaat zo wel plat om met mijn steen. Kijk, en zo doe ik het de ene keer met zo'n steen en de andere keer met zo'n steen. En ja, wat je gewoon leuk vindt en voorhanden hebt en zegt, oh, dat past en dat matcht. Nou, dan kijkt hij van net of hij onder het gordijntje vandaan kijkt. En ben ik benieuwd of hij nog kan blijven staan. Want meestal... Nou, hij staat gewoon. Hoe gaaf. Nou jongens, dat waren er weer 2 van vandaag. Ga ik niet beloven dat het elke week 2 zijn hoor. Maar ik vond het nou wel heel erg leuk. Allebei de kaartjes te kunnen maken. Ik dank jullie wel voor het kijken. En ja, ik ga gewoon door of niemand er is. Dat is ook zo. Sorry. Maar ja, zo doe ik het altijd. Ik kan er ook niks aan doen. Dank jullie wel allemaal voor het kijken en tot de volgende live maar weer. Doei doei!